Robin Zelma, je staat op het veld met de trainer van Buitenvelden, maar toch heb je een wit shirt aan. Het is Telstar nu, hè? Ja, dat klopt. Ja, Don ging over naar Telstar en was voor ons als club toch wel even een verrassing. Kwam voor ons best wel laat binnen en ja, het seizoen was ook nog niet helemaal over. Dus voor ons ook nog de kans om weg te gaan of te blijven. En samen met Don eigenlijk al gesproken. En die kwam eigenlijk met het voorstel van, lijkt het je leuk om een gesprek aan te gaan? En ja, voor een jonge speelster als ik is dat natuurlijk een mooie kans om überhaupt het gesprek aan te gaan en kijken wat daar van komt. En waarom dacht je dan uiteindelijk van, nou ja, dat ga ik doen? Want je had natuurlijk ook voor een andere club of zo kunnen kiezen. Of denk van, nou, weet je, bijvoorbeeld toch niet, Buitenveld is leuker. Buitenveld is een hele leuke club, maar Telstar is toch even een niveau omhoog. En ik denk dat dat voor mij een uitdaging is. Ik studeer nu en ik heb nu mijn eerste jaar achter de rug. En dat ging goed en ik denk dat ik daar nog wel iets bij kan doen. Wat verwacht je van je nieuwe avontuur? Ja, ik denk dat het echt een uitdaging wordt. Ik ben een vrij jonge speelster op zich, 19 jaar. En vrijwel veel jaar op zich hoog gevoetbald bij CTO begonnen. En dan is dit toch een mooie volgende stap. De eerste training is geweest. Jullie hebben moeten pikkelen. Hoe ging het? Bikkelen. We begonnen met een kleine krachttraining. Dat was toch wel even aanpoten. Je hebt natuurlijk in de vakantie wel wat gedaan, maar als je dan weer op het veld staat, is het toch altijd even anders dan dat je het in de sportschool of thuis doet. Conditioneel wel even pittig, even wennen, maar het is een heel leuk team en iedereen neemt alles van elkaar aan, dus dat maakt het voetbal al een stuk makkelijker. Zijn je spieren nog allemaal heel of nog maar net? Nou ja, het gaat, maar ik denk dat ik morgen toch wel een beetje spierpijn heb. Telstar staat de boek als de Witte Leeuwinnen. Wat betekent dat eigenlijk volgens jou, de Witte Leeuwinnen? Nou, ik vind dat wel iemand die eigenlijk gewoon heel hard werkt en er altijd vol voor gaat. En ik denk dat het een team is met veel pit. Dus dat straalt het voor mij ook wel uit. Nu ga je zo meteen in de Eredivisie spelen tegen Ajax, tegen Twente. Ben je al vet zenuwachtig of denk je, dat doe ik gewoon, joh? Nou, ik ben wel zenuwachtig, maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Het is toch iets waar je als klein meisje al van droomt. Dus, Je moet misschien nog de tegenstanders een beetje leren kennen. Hoe zorg je er nou voor dat je optimaal aan de start van het seizoen verschijnt? Nou, voor mij is het denk ik goed om gewoon op Voetbal Centraal veel te volgen. Ik woon in Amsterdam, dus wedstrijden bij Ajax die heb ik ook af en toe wel meegekeken. Dan zie je natuurlijk ook veel tegenstanders voetballen. En voor de rest ken ik wat speelsters die ook de overstap hebben gemaakt nu naar een eredivisieclub vanuit Nationaal of het CTO. En wat kunnen we tot slot van jou verwachten, speelster? Ik denk dat ik een hardwerkende speelster ben. Technisch ben ik vrij goed. Ik ben vrij klein, dus dat wordt nog wel even aanpoten tegen de grote dames.